Yo, Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Miitopia video. In de vorige aflevering hebben we het gezicht van Jigglypuff gered. Als dit de eerste Miitopia video is die je ziet, dan klinkt dat heel gek. We hebben het gezicht van Jigglypuff gered. Maar ja, dat is nou eenmaal de bedoeling in Miitopia. Kijk, deze twee hebben geen gezicht meer, die moeten we nog redden. En Scoot hebben we ook gered, de broer nog niet. En nu ook Jigglypoomfy. Jigglypuff! Hallo Jigglypoomfy, hier heb je je gezichtje terug, joh. Ja, die neus ziet er raar uit op die plek. Maar hey, kijk, zo ziet het er wel oké uit. Jeetje, zegt Jigglypoomfy. Hij is er weer, mijn gezicht is er weer. Doe een duimpje omhoog voor het gezicht van Jigglypoomf. En laat even een reactie achter met een leuke nickname voor Jigglypoomf. Oh, en als je dan toch bezig bent, vergeet niet te abonneren. Ik heb hier iets voor je als blijk van waardering. Ja, we hebben juweel D nu. We hebben juweel C en D. We moeten dus A en B nog zien te vinden. We krijgen nog meer. Wat? Krijgen we nog meer? 2000 monies! Oh, dat konden we wel even gebruiken, want ik heb superveel kleren en wapens gekocht de laatste tijd. Ja, en dan moeten we nu toch echt op weg naar de piramide. Let's go, Epona! We gaan naar boven, naar beneden. We gaan naar boven. We moeten naar de piramide, volgens mij is de piramide boven. Maar eerst moeten we even cactussies en groene boinkies kapot maken. Ik ga voor de groene boinkie. Pak hem! Lekker, eentje is kapot. Dan gaat Mario even zijn cactussies lopen. Steve gaat even cactussies lopen. En we moeten eigenlijk alleen Zucker nog even die andere de groene boinkie kapot maken. Oh, dat Zucker laat mij dat doen. Bedankt hè, Zucker. Waarom prik je altijd in mijn kont? Ik ben benieuwd wie's gezicht we nu als eerst gaan vinden. We moeten er dus volgens mij nog een stuk of vier zien te vinden. Nog het gezicht van Brock, Serena, Bubbles en het gezicht van Boo. Maar eerst gaan we even lekker kramperen. Een vallende ster! Wens wat je hartje begeert als je een vallende ster ziet. Oh. Money. Ik ga voor money. Hoeveel money krijgen we dan? Kissie! 550 money. Lekker man, we gaan weer richting die 10.000. En toen kwam de ochtend. De volgende battle tegen schorpioenkies. Hats flats. Oké, schorpioenkies zijn wel iets sterker dan die battle van de net. Deze gaan iets moeilijker kapot. Hij prikt mij weer in mijn reet, hè, die Zucker. Deze gast, jongen. Zijn nog twee schorpioenkies over? Kom op, Mario. Ja, eigenlijk had jij deze aanval in de eerste beurt moeten doen. Dan waren we gelijk klaar geweest. Maar oké, ik vergeef het je, Mario. Je hebt al zoveel goede dingen gedaan voor Miitopia. Ik kan het je wel vergeven. Hé, hey, we hebben post. Vandaag is mijn dagje waarop ik het rustig aan doe. Zulke luxe heb jij niet. Succes, zegt Joey. 3 uitjesbonnen. En we hebben 300 mensen al gered. What? We krijgen meer HP-strooisel. Lekker, man. Mijn HP-strooisel was in boss battles elke keer op. Dus dat kan ik goed gebruiken. Hé, hey, kijk eens. En Zucker en Mario worden beter matties, joh. Wie heeft de trek in de schorpioen? Alleen Steve. Eet smakelijk, Steve. Geniet ervan. Ik heb me toch een lelijk kattenpak gekocht. Oh nee, dat gaan we alleen dat effect dragen, want het ziet er niet uit. Steve heeft ondertussen Chinese kleding gekocht. Ja, dit staat hem prachtig. Ja, dit staat heel mooi, Steve. Lekker man. Geniet van je nieuwe kleren. Daar gaan ze weer. Mario en Steve zijn weer romantisch aan het varen. En Steve staat in de fik. Hebt hij net een nieuwe outfit, staat hij in de fik. Lekker dan. Kunnen we nu naar de piramide? Ja. Ja, we kunnen naar de piramide. Oké, we beginnen hier. Wiens gezichtje is dit? Het zijn vriendelijke golems in ieder geval. Hé, als jullie vriendelijk zijn, waarom gaan we dan vechten? Dan hoeven we toch niet te vechten? Dan kunnen we toch gewoon lekker er langs lopen, jongens. Dan hoeven we toch niet te battelen. Oh, kijk mijn vuur spuwen. Deze vriendelijke golems die zijn trouwens best wel pittig. We hebben nu een vriendelijke golem allemaal aangevallen. Maar hij is nog niet kapot. En kijk eens naar wat hij met ons doet, joh. Lekker bezig, Mario. Oké, de eerste is kapot. Ja, dit zijn flinke golempies, hoor. Flinke golempies. Kom op, jongens. Lekker vuur spuwen. Come on. Oké. We hebben ze. Ze waren wel sterk. We mogen door, gelukkig. En dan zijn we in de grote piramidus. Dit ziet er wel leuk uit. Met al die hieroglyphies daar op de achterkant. En ja, we gaan waarschijnlijk wel tegen een farao moeten battelen nu. Dit is dus de grote piramides, vraagt Zucker. En de duistere Force Mr. Mime is hier ook ergens, zegt Rikkertje. En Zucker zegt, ja, dat zou zomaar kunnen. Samen met een heleboel monsters met de gezichten van de inwoners. Ja, let's go. Let's go. We hebben geen tijd om te verliezen, jongens. We moeten dit toch wel eventjes gaan fixen. Ik ben benieuwd of we meer golempies tegenkomen. Slangen? En wat is dat? Het is een mummy. Die mummy is wel mooi. Toch ga ik eerst voor de cobra's. Want we weten hoe sterk die blauwe cobra's kunnen zijn. Die moeten echt snel kapot. Doet Mario weer zijn allerbeste aanval. Lekker. Die mummy gaat helemaal los. Wat doet die? Wat doet die? Hij heeft het wapen ingeslikt. Het wapen van Zucker. Nee joh. Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Oh, de mummy is al wel kapot. Dat is mooi.
En dan kan Zucker kan... Ja, Zucker die maakt de Cobra even af. Teamwork weer, jongens. Lekker gedaan. Dikke, dikke GG. Een Zuckertje gaat naar level 9. En wij gaan door in de piramide naar het volgende gevecht. Zouden er meer mummies zijn? Er zijn zeker meer mummies. Come on, guys. Come on. Lekker, Mario. Hoppakee. Ah, die mummies die zitten wel even al die wapens in te slikken. Dit is wel een beetje naar, hoor. Kijk, Zucker en Mario zijn nu allebei een wapen kwijt. Dat is niet best. Terwijl Steve wel gelukkig op het paardje Epona kan. En oké. Gelukkig zijn de mummies niet zo heel sterk. Misschien moeten we voortaan eerst de mummies als eerst uitschakelen. Welke hendel willen we omzetten? Ja, lekker dit. Rechts. We gaan voor rechts. Dat was denk ik niet de goeie. Waarom zetten die dan niet die linker hendel ook nog even om? Komt toch prima? Ik heb even overhandschoenen gekocht, jongens. Gewoon, ja, omdat het kan. Prachtig. Ja, ja, dit, ja. Ik heb thuis ook van die roze overhandschoenen. Oh, dit is wel een sikke outfit, jongen. Check dit geitenkostuum. Wow, deze is wel vet voor Zucker. Ja, deze gaan we hem wel geven, hoor. Deze ziet er echt cool uit. Oké, we gaan door, jongens. Ik zie daar trouwens Kirby staan. Kirby heeft wel zo goed als de map, hè? Oh nee. Rikachu en Mario hebben ruzie. Nee, jongens. Ah, dankjewel, Epona. Geen ruzie maken. Oké, wat vinden we hier? Hey, dit is een gezichtje. Is dit Serena? Oh, nee. Oh, dit is echt de Mona Lisa. In de vorige aflevering zei ik nog dat Jigglypuff dacht dat die een Mona Lisa was. Maar hier hebben we de echte Mona Lisa. Nee, joh. De Serena. Oké, laten we ons eerst even focussen op de hieroglyphen. De eerste is alvast weg. Dat is chill. Mario gaat los via Epona. De tweede hieroglyph is ook weg. En Steve krijgt dikke klappen. En we krijgen allemaal dikke klappen. Ik ben hier niet blij mee, jongens. Ik ben hier niet blij mee. Dit gaat nog een gevechtje worden, denk ik. Ik hoop dat de Mona Lisa niet zo sterk is als de Jigglypuff. Oh, kijk, daar gaan we. Ik ga strooisel doen, jongens. Mario, die neemt een banaantje. En de anderen, die krijgen strooisel, zodat ze gewoon lekker aan blijven vallen. Let's go, jongens. Let's go. Let's go. Pak hem, Steve. Hoppakee, kijk. Oeh, dat was wel een sikke combi-attack, jongen. Kunnen we deze wel aanvallen dan gewoon? Nee, deze kunnen we ook niet aanvallen. We kunnen de schilderij gewoon niet normaal aanvallen. We moeten ze met trucjes aanvallen. Of met Epona, dat werkt volgens mij ook. Ja, dat werkt ook. Oké, let's go, guys. Laat je niet afbluffen door dat gekke schilderij. Come on. Pak hem. Hoppakee, 30. Dan doe ik mijn kattenpoot aanval. Dat is ook een magische aanval. Daar kan ik het dan wel mee raken. Steve helpt ook gezellig mee. Bam. Oh, 101 HP damage. Hoe deed ik dat? Ik heb nog nooit meer dan 100 HP damage gedaan. Wat? En zo hebben we het gezicht van Serena gered. Woep woep. Ah, lekker dit zeg. Maar blijkbaar zijn we er nog helemaal niet, want we komen eerst nog langs een kissie. Moeten we dan nog een battle gaan doen nu? Ik mis mijn kat, zegt Steve. Je ziet je kat vast binnenkort nog een keer. Kijk eens even, alle relaties gaan allemaal omhoog. Mario en Steve, Zucker en Katachu. En daar, ja, daar is het gezicht van Serena. Die is weer gered. Maar ik ben vooral benieuwd wat Kirby hier aan het doen is. Kirby, waar ben je? Moet even een battle tune tegen hieroglyphen die helemaal niet zo moeilijk is. Want, ze overleven dat gewoon. Serieus? Oké. Blijkbaar moet ik stoppen met onderschatten. Kijk, lekker bezig, jongens. Ik dacht dat Mario die wel in één keer zou slopen. Kissie openmaken, 3 game tickets, lekker. Daar heb ik er nu echt denk ik 30 of 40 van. Ik speel die games gewoon nooit. Ben ik te lui voor. Oké, we gaan nu eerst de mummies kapot maken. Want de mummies die eten onze wapens op. Dat is mummy nummer 1. Ah, kom op, Steve. Doe eens niet zo eigenwijs. Ah, ik word in mijn kont geprikt weer. Ja, ik kan nu zelf niet zo heel veel doen. Omdat die mummy natuurlijk mijn wapen heeft opgevreten. Kijk, dankjewel Mario. Dan heb ik mijn wapen weer terug. Top. Mijn ovenwanten. Mijn roze prachtige ovenwanten. Moet er nog één rotsgezichtje slopen. En dan is het klaar en het is klaar. Oeh, nice. Ik word gewoon level 10. Ik heb nu dubbele kattenklauw geleerd. Nice. Oh, en dan zijn we alweer bij een herberg. Nou, nice. Lekker. Hey, we hebben 30 HP-bananen gegeten. Waarschijnlijk zijn HP-bananen... Ja, die zijn nu nog effectiever. Die doen nu 30 HP teruggeven. Lekker, man. Ze worden die original Chiquita-bananen nu. Oeh, Mario die heeft een gifflesje gekregen. Ja... Oké. Dat wordt wel sick. Dr. Mario wordt steeds beter. Tussendoor gaan Mario en Steve gewoon even naar de film. Hè? We hebben toch niks beters te doen, joh. Oh, de film duurde blijkbaar heel lang. Want ze zijn allebei oude opa's geworden, joh. Oh, het was allemaal maar een droom. Komen we nu bij Mr. Kirby dan? Ja. Kirby! Wat sta je hier te verstoppen, jongen? Hey, Kirby vraagt, ben je ook op avontuur? Als mede-avonturier zal ik je dan een geheimpje verklappen. Het is topgeheim, dus vertel het niet verder. Zet de hendel niet om, wel om en wel om. Oké, dus als we ergens komen en we moeten hendels omzetten... dan is het niet
wel, wel. Thanks voor de tip. Daar kunnen we wat mee. Laten we eens even kijken hoe het met Serena gaat. Serena, je hebt je knappe gezichtje weer terug. Ja hoor. Je kan weer zingen, dansen, alles. Shalala, shalali zingen inderdaad. Net als Sineke. Dat is beter. Ik heb dat gezicht zo gemist. Ik wil je heel graag dit geven. Je wil A. Oké. Dus nu moeten we juweel B nog. En eventueel als er meer dan 4 juwelen zijn, nog meer. En daarvoor moeten we natuurlijk naar de piramide. En dan moeten we even verder. We kunnen bijvoorbeeld hier naartoe. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Dan zie ik jullie gewoon hopelijk bij de volgende. Mazzel!